Nou, welkom Jan-Willem en welkom kijkers. Vandaag een video met mij natuurlijk, Wim, en met Jan-Willem. Vandaag op pad in Los Santos, ook wel Rotterdam voor ons. Vandaag bij de Roleplay Reality. Ja, is dit Rotterdam, ja? Ja, dit is Rotterdam. Oh, zover had ik nog niet gezien, maar ik zie dat jij koffie hebt, maar weet ik nog geen koffie. Oh, die van mij ligt op de grond. Ja, die heeft maar, zeg maar drie laten vallen zo. Dan kom een dienstje meekijken, kom een dienstje meedraaien. We hebben de bodycam salon, dus we gaan mooie beelden schieten. GoPro staan aan. We zijn ingemeld, 2201 hadden we geloof ik. Er rijden nog maar één, de ambulance rijdt rond, brandweer rijdt rond, rijdt van alles rond. Mensen maken natuurlijk meldingen voor ons. Het is een ander systeem dan dat jij al op je kanaal hebt geüpload. Dat wil zeggen dat het zomaar kan zijn dat het iets anders gaat. Voor ons worden meldingen aangemaakt. Jij kreeg geloof ik linksonder in beeld ineens een melding, hè? Samen met Joey. Ja, linksonder in beeld en inderdaad af en toe voor Teamspeak. Het verschilt een beetje qua scenario. Ja. Nou goed, we gaan eens kijken zullen we het voertuig anders even gaan controleren. Ja, laten we het doen. Ik merkte wel, de knoppen zijn iets anders, dus je moet af en toe even vertellen hoe dingen moeten. Maar volgens mij gaat dat goed komen. Tuurlijk, komt goed. We gaan nu even naar buiten. Dat is wel eens allemaal hetzelfde. Nou, we hebben alleen een parkeerplaats met een hek en alles. Misschien wat andere uniformen. 2201, RT 2201, kom eens uit. Geef bericht over. Ja, blijf luisteren. 2202, kom eens uit. Zeg maar. Twee. Ja, blijf luisteren. 2203, kom eens uit. Zo maar. Even snel. Ja, of jullie willen gaan richting een verkeersongeval. Postcode 760, 670, excuses. Het zou gaan om een ruzie, dan wel een vechtpartij met twee personen. Het is niet bekend of er wapens in het spel zijn, hoor. Ja, zijn we 2201? Is daar toestemming voor? Ja, prio 1 met toestemming. Ja, 2201 ook gevangen aan Rijntoven. Kijk, de route erin zou moeten je natuurlijk even kijken waar het precies is. De route geeft namelijk al een indicatie, in dit geval een postcode. De motoragent rijdt achter ons mee. Dus even rechts in de gaten houden bij de kruispunten. Rechtsvrij. Oh ja, nu al. Ja, precies. Even van mijn beeldvorming, ik zie hem niet op mijn navigatie. Zie jij hem wel? Ja, ik zie hem wel. Als je wilt kun je T/postal en dan 670. Dan zie je ook de route. Naar rechts. Nou, ja, ik volg wel op jou. Ja, rechts vrij. Rechts, op aan rechts. Handig. Oh, lekker plekje om te stoppen. Ja. Nou, we zijn er bijna. Ik zet de schreeuw wel uit, hoor. Ja. Dan zou het hier ergens moeten zijn. Dan moet je maar even meezoeken of je een ongeval ziet. En natuurlijk een verkeersruzie ergens. Wat hier misschien zijn. Wow, wat is dat? Ja, dat zal wel weer ergens explosie zijn geweest. Ik hoop niet dat het bij het ongeval is. Heeft iemand al zicht op het ongeval over? Negatief. Ja, positief. 2201 heeft zicht. Staan op een zijstraatje op de Palomino Avenue over. Ja, oh, dan is het toch nog iets verder. 400 meter. We zijn er wel langs gereden, volgens mij. Ja. Motorrijder links omdraaien. Ja. Nou, dan zijn we er inderdaad pal langs gereden. Of gaan we van rechts? Nee, we komen hier rechts inderdaad. Ah, hier is het. Hé, hey, luister dan vriend. Hij is tegen mij aangereden, die man loopt. Ja, jullie nee, die gast die rijdt door rood. Ik kan gewoon niet rijden, jongen. Man loopt. Waarom heb jij een rijbewijs gehaald, jongen? Loop maar even mee. Jij rijdt hier door rood heen. Loop maar even mee naar de bus. Waarom is je pakken? Is het nou weer, jongen? Ja, ik denk, zij zijn allemaal als partijen uit elkaar zijn. Thuis aan elkaar. Moet je bek houden. Is deze mevrouw bij de bus staan? Mevrouw? Nee, ja, hoort blijf even rustig. Ze zien niet. Je hoort er niet bij. Oké. Zullen wij die met de BMW even pakken of met de Volvo?
Ja, volgens dat. Wat een maloot, jongen. Nou, ik kom daarachter bij het kruispunt. En die gast die rijdt volledig door rood. Waardoor ik gewoon met mijn BMW aan de voorkant zo vol op zijn zijkant ben gekomen. Nu ziet de hele auto naar de... Ja. Man, dat ding kost geld, jongen. En dan gaat hij mij de schuld geven. Die gast is niet goed. En even voor mijn beeld van waar kwam ik exact vandaan? Ja, van de... Ik was kijken, hier dat kruispunt. En dan de rechte gedeelte. En hij kwam helemaal vanaf de achter. Kruispunt hier. Kwam hier van precies van ons neus. Ja, ik kwam van rechts en hij kwam van helemaal de achter. Maar hij, voor mij was het duidelijk groen, dus hij moet tot rood gereden zijn nog. Ja. Hey, en wat is daarna gebeurd? Want ik kom lekker op de melding toen het vecht was. Toen zijn we hierheen gereden en toen begon die gast al te schreeuwen tegen mij dat het allemaal mijn schuld was. Maar ik was ook al pist, want ja, mijn hele auto is nu kapot. Ja, en toen kwam er een beetje ruzie. Nu hebben we niet gevochten, maar die gast is niet goed. Oké, heeft u ons dus even een rijbewijs bij u? Ja, ik zal hem even het dashboard pakken. Er is geen fysiek geweld gebruikt, zeg je? Nee, niks gebeurd. Nou, ik weet nog niet wat verhaal is van de andere bestuurder, maar mijn collega's nog even mee in gesprek. Maar ik stel even wel voor als er straks gewoon rustig alle gegevens in wil van beide partijen. En dan moet het daarmee goed komen. Het is gewoon verzekeringswerk op. Ja, hier mijn rijbewijs. Maar die gast heeft vast en zeker wat gedronken of zo, want die gaat niet uit het niet zo even door rood rijden op zo'n gevaarlijk kruispunt. Nee, snap ik. Nee, kijk, bij een aanrijding doen we ook altijd van blaasproef. Dus dat gaan we straks even doen. Dat doen we ook bij u. Om in ieder geval uit te sluiten natuurlijk geen alcohol in het spel is. Ja, wat betreft het door het rood licht rijden, dat is uw woord tegen het zijne. Ik kan nog even, volgens mij ook geen getuigen, of wel? Ik heb hem niet aangetroffen hier. Nee. Maar ja, dat heb je vaker, hè. Het zijn mensen die durven niet hun mond open te trekken, dus ze rijden gewoon door. Ja, er zijn ook mensen die geen aangifte durven te doen. In principe is het ook wel, als er geen zwaar lichamelijk letsel is, dat we ook niet een heel zwaar onderzoek met FOA en dergelijke opstarten. Als het alleen schade is, dan laten we het ook bij het invullen van formulieren. Maar ik ga de rest verhalen bij de andere partijen aanhoren. Zoals we vragen van een collega of vast een dreker kan pakken. Ja, vast wel iets gepakt. Maar hoe zijn jullie tegen elkaar opgeknald? Want ik zie bij jou voor schade en bij hem voor. Jullie zijn gewoon... Nee, bij hem is... Ja, ik heb hem hier voor. Aan de zijkant, hè? Ja. Ja, aan de zijkant vooral. Okay. Ja, misschien aan de voorkant dat hij daarna nog ergens tegenaan is gekomen, maar... Ik heb hem geraakt op de zijkant, dus ik weet niet of hij verder nog ergens tegenaan zou komen. Nou, wachten we even hier. Ja. Ja, collega. Oké, meneer. Ik ga maar even met mijn collega hier zo. We gaan even daar een verhaal aan horen. U mag even gaan blazen op stop, zeg, ja? Ja, is goed. Oké, blazen. Stop. Zo. Oké, we gaan even kijken. Heeft u wat gedronken, meneer, of niet? Vrijdagmiddag borrelen. Ja, wat heeft u gedronken als vragen, maar geen de hoeveelheid? Een paar biertjes. Een paar biertjes, nou dat kan ik wel zien. Het staat geen P, dus dat betekent dat u wel gedronken heeft. Oh, dat is niet best. Dan ben ik zeker de lul, omdat hij tegen mij is gereden. Ja, dat wel, meneer. Dat ik gedronken betekent heb, dat u wel even meegaat naar het bureau, zodat we op bureau nog even een beter onderzoek. Jongen, nu ben ik de lul, omdat hij tegen me aanrijdt. Ja, maar misschien is het wel jouw fout, hè? Dat weten we nu nog. Ik kan nog duidelijk zien dat hij tegen mij is aangereden. Ja, daar waren wij niet bij, meneer. Dus hij kan niet zo 1, 2, 3 zeggen wat er precies is gebeurd. Je kunt toch gewoon de schade zien, man. Tim, even voor jou, maar... andere persoon heeft een beetje geblazen. Andere persoon een beetje. Oké, top. Goed. Hey, even voor mijn beeld van wat is het verhaal van deze meneer? Zodat ik even beide verhalen helder heb. Ja, nee, hij geeft aan dat de andere meneer er rood was gereden. En zodanig op zijn auto was geklapt. Maar ik ben heel even welke kruisen hebben we nou over? Zijn ze dan volgens daar dat rood gereden? Ik denk hier dat die Volvo vanaf daar kwam, zeg maar. Nee, we zijn daar was het hoor. Daar is het. Jullie zijn nog verder terug, maar jullie zijn hier naartoe gereden. Ja, we zijn hier naartoe gereden. Oh, oké. Okay. Toen trok die man zijn bek open. En dus ook even in de gaten houden voordat hij dadelijk... Ja, jullie kennen even. Ja. Ja, ze willen even weer op de stoep gaan staan, want ze zijn mee op de rijbaan. Dus ja. Oh ja, is goed. Maar luister meneer, zowel mijn collega al het medegedeeld, u bent in ieder geval aangehouden voor rijden onder invloed artikel 8. U bent niet onverplicht in uw rechtsbijstand. Jezus man.
Goed, over de oorzaak wie wat heeft gedaan, daar gaan we dus verder niet over. Dat gaan we wel nog even onderzoeken. Maar ik ga in ieder geval even mee naar het bureau. Waar een auto dan? Ja, daar gaan we naar kijken of die, die zal worden afgeslepen, denk ik. Nou ja, zeg. En wat gaat er met hem gebeuren dan? We gaan nog onderzoeken. Aan de andere kant. Ja. Goed, je gaat in ieder geval even mee met ons. We gaan een tweede ademanalyse op het bureau uitvoeren. We gaan nog verder wat onderzoeken. Ik zou wel dat jullie hem even meenemen. God, wie is er? Ja, we gooien hem even in de T5. Kan ik nog wel even mijn vrouw bellen of niet? Kan dat niet meer? Ja, als je achterin even instapt, heeft een telefoon bij u? Die heb ik bij me. Ja, als je achterin instapt, kunt u wel even bellen. Oké, okay. Moest ik in de, deze? Ja, hij mag even in de bus. In de bus. Ik weet niet, wat was het, collega, in de bus? T5, ja. Doe even de deur open. Oh, is die eindelijk weg? Wat betreft dit voertuig, dat kan gewoon rijden, kan gewoon even parkeren, Jens. Als je mij zo niet zo doorrijdt, heb je een parkeerplaats. Ja, dan hebben we dat wat foto's van de schade en dan de gegevens van die meneer noteren. En dan kun je zo al schadevoorbeelding invullen. Had iemand gegevens van die andere meneer? Jori, had jij gegevens al genoteerd? Ja, alles was verder in orde. Ik heb het klein ook opgenomen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan kan deze meneer in principe gaan. Dan gaan we even wat administratie in orde maken, bro. Ja. Goed, gaan we even kunt naar het voertuig kijken. Kunt u voertuig gaan rijden, meneer, of niet? Oh ja, ja, dan moet ik wel. Oké, okay. Ik weet niet of u nog ver moet, maar ja, u zou wel naar huis kunnen rijden naar een garage. Anders moet u even uw verzekering bellen. Soms hebben die ook nog sleepdienst, ligt een beetje aan uw verzekering. Ja, ik weet een garage in de buurt van een vriend van me, dus ga ik daar wel even langs. Oké. Okay. Hij vond, als u met straks de verdachte, in dit geval de andere bestuurder, schadeformulier invult, wij zullen die gegevens wel bemiddelen daarin. Daarnaast ja, maken wij ook procesverbaal voor het rijden onder invloed. En dat is natuurlijk nadelig voor zijn verzekering. Dus dat wordt wel meegenomen in de zaak. Ah, oké. Okay. Dat is mooi. Ah, dat was zonde, man. Oh. Ja, dat begrijp ik. Net nieuw. Hey, Wim, wil je die auto even naar achter rijden? De Volvo. Ja. Ja, die kan daar natuurlijk niet blijven staan. Nee, klopt. Volgens mij heb je achter op de parkeerplaats. Ja, of krijgen we Jan Willem aan. We kunnen hem eventueel ook meenemen, tot een van ons even met die Volvo naar de kant. Ja, als de eigenaar een toestemming geeft, kan die kunnen we meenemen in het bureau zitten en daarvan in. Ja. Ik zal eens vragen. Dan ga ik eens even kijken of er nog iets op de weg ligt bij het garage. Meneer. Het is er. Ja. Hey, hebben wij toestemming om met die Volvo ook mee te rijden naar het politiebureau, dat hij daar wat neergezet? Het zal wel. Als er nog meer schade op komt, dan ben je aansprakelijk voor. Ik ga er niet voor zorgen. De sleutel steek je er nog in? Die zit er nog in, ja. Oké, okay, mooi. Ja, ik rij wel even met die Volvo anders naar het bureau, ja? Dan nemen wij meneer mee. Ja, dan rij je achter mij aan? Of, ja, wij rijden ook mee. Oké, okay, top. Andere BMW is, die is weg. Okay. Ja, voor de 22-2 ligt niks bijzonders op de weg. OC voor de 2202. 2202, geef bericht. Ja, excuses, ik had even een status moeten doen. Maar we zijn hier klaar met afhandeling. We gaan met één verdachte richting bureau. Rijden onder invloed, artikel 8. En dan zijn alle eenheden weer vrij. Ja, retour naar bureau. Eenmaal aanhouding. Rijden onder invloed. Zo, goedemiddag meneer. Zullen we gelijk door naar alle andere jongens? Ja. Ik ben toch geen crimineel ofzo? Hoi, mijn collega's volgen. Er zijn 30 agenten hier. Hoi, goedemiddag. Ik zit even te denken, hebben we hem officieel aangehouden jongens? Of is hij vrijwillig mee? Nee, ik heb hem wel medegedeeld dat hij is aangehouden. Oké, okay, dan moeten we nog even een HVJ komen te voorgeleiden. Ja. Meneer, mag u even plaatsnemen hier? Ja, of jij een foto's had gemaakt.
kan ik dat gelijk noteren. Ja, van het voertuig, ja. Ja. Kan je die naar mijn mailde sturen, dan noteer je dat gelijk. Ja, kan ik doen. Oké, meneer, voor u staat een ademanalyse apparaat. Daarmee gaan we kijken hoeveel alcohol u mogelijk heeft gedronken. Heeft u al eerder geblazen? Ja, net. Ja, helder. Dat is op straat. Dat is een voorselectieapparaat zoals het heet. Nu gaan we echt op het ademanalyse. Daarmee komt er een reëlere uitslag. En dat zal de hoogte van de straf bepalen. U moet er wel bij zeggen, u heeft twee kansen, zeg maar. Als u dat verknalt, zeg maar, of niet meewerkt, of misschien expres tegenwerkt, dan stopt de test en dan krijgt u de hoogst mogelijke straf. Dus het is in uw voordeel om gewoon mee te werken. Dan zal ik gewoon goed blazen. Oké, nou moet ik even het apparaat opzetten. Ja. Oké, okay, meneer, apparaat is opgewarmd en hier heeft u hoe heet dat? Tuitje om op... Ja, zo, het apparaat is opgewarmd, hier heeft u een tuitje om op te blazen. Mag u in één tuig diep uitademen in het apparaat tot ik stop zeg? Ja. Ja? Doorgaan, 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 doorgaan. Ja, stop. Zo, hé. Dat was veel lucht. Dat is netjes. Nou, het apparaat gaat heel even spoelen en dan doen we nog een tweede test. Oh, collega laat stoel vallen. Oké, okay, tweede test. Hetzelfde reeltje tot ik stop zeg. Ja, gaat maar. Doorgaan, 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 doorgaan. Bijna, ja. Ja, dat was dan ook een tweede goede test. Nou, het apparaat gaat even uitrekenen en dan krijgen we zo de uitslag. Sorry. En ik zie dat u 640 UGL heeft. Dat is iets te veel. Dat is goed of te slecht? Dat is veel te veel. Oh. Even kijken, bent u beginnend bestuurder? Nee. Oh, geen beginnend bestuurder, nou, dat scheelt dan iets. Nou, maak in ieder geval procesverbaal op voor het aantal UGL's dat u heeft. Dus het uitgeademde lucht, alcohollucht. En dan ga ik even overleggen met justitie, want daarbij is natuurlijk gewoon nog een aanrijding veroorzaakt. Dus dat zal strafverzwarend zijn. Dat is niet best, hè? Dat is niet best, nee. Als u één moment heeft... Ja, de HP was uiteindelijk even niet beschikbaar, dus die zal wat later komen. Dus dat zou nog niet direct kunnen gebeuren, helaas. Hoeveel zei ik dat het was? 640 uur geld, hè? Ja, positief. Ja. Het wordt langer met jullie HP's hier, hoor. Nee, we kunnen gewoon even rustig blijven, we hoeven niet meteen te gaan... Wat blijft je man nou... Blijf staan, hij is even bezig. Ik zet anders de microfoon van binnen wel even uit, kan je rustig aan het werk. Zo. Ik ben even van mij afstand houdt, niet zo tegen me aan gaat staan. Oh, vind je dat, ben je er bang van? Nee, je hoeft niet zo dicht op me te gaan staan. Gewoon het rechte midden staan, toch? Ja, maar niet zo dicht op me, dat vind ik niet zo fijn. Dus ik vraag je graag om vriendelijk gewoon even iets afstand te nemen van me. Oké, goed, ik heb even de microfoon uitgezet, dus wij horen nu niks meer van binnen. Kan je even rustig aan het werk. Scheelt weer wat. En dan moeten we nog even horen als verdachte. En dan maken we een dagvaarding krijgt meneer. Invorderen aan een dagvaarding, oké. Okay. Ja, dat klaren we wel gelijk af. Let op, we worden een beetje... Ja, er is hij hoor, die pieper weer plaatsen. Goedendag meneer, als u... U mag gewoon even staan waar hij net stond. U heeft de stoel omgegooid, dus we gaan het gewoon even staan doen. Bij deze heb ik even overleg gehad met justitie. Uw rijbewijs is ingevorderd en u krijgt een dagvaarding. Ik moet u daar... Daar heb jij voor gezorgd? Daar hebben wij... heeft u zelf voor gezorgd uiteraard, hè? U drinkt te veel, niet wij. Nou, daar heb ik niet voor gezorgd, hè? Oké. Okay. Jij hebt net met een of andere hulpofficier van iets gesproken, en, of wat dan ook. En nu ben ik de lul. Het zijn gewoon allemaal richtlijnen. Als u niet in de oudste stad dus gedronken heeft, is niks aan de hand. Dus ik ga nou even een korte verklaring van u afnemen. Wilt u iets verklaren? En u mag trouwens nog een raadsman raadplegen. Vergeet ik helemaal bijna. Nou, ik hoef geen raadsman meer hoor. Oké. Okay. Wilt u nog iets verklaren waarom u heeft gedronken en toch bent gaan rijden? Vrijdagmiddag borrel en ik moest naar huis toe. Dat is alles. En dan noteer ik dat in ieder geval ook nog in het dossier. Gaan wij een stuk opmaken en dan kom ik zo nog even terug met een datum voor de dagvaarding. Het zal wel weer mengen. Hier.
clowntje Zero. Alsof ik een crimineel ben met 5 man om me heen hier doen. Zo. De datum is over 3 maanden. 3 maanden, oké. Okay. Er wordt dan uitgeprint geloof ik, of krijg je thuis gestuurd? Nee, deze wordt uitgeprint, moet ik vertekenen. Oké, okay. Top. Zo meneer, daar ben ik weer. Dus. Ik heb hier even een formulier voor u. Er staat de datum voor de dagvaarding op, dus ongeveer over 3 maanden. Exacte datum staat erop. Er zit ook een bijsluiter bij, dus staat nog... Dus ik mag 3 maanden meer rijden, wil je zeggen? Laat me even uitpraten, ik ben nog niet klaar. In de bijsluiter staat ook wat u nog kunt doen aan, tot de zaak is waar u moet voorbereiden. Daarbij is uw rijbewijs ingevorderd en tot de zitting mag u sowieso niet rijden. En daarna is het wat de rechter of officier bepalen. Zou u mij even tekenen dat u de dagvaarding heeft ontvangen? En wat als ik niet teken? Dan schrijf ik een procesverbaal en van bevindingen dat ik zeg dat de verdachte niet wil tekenen. Dus het is er nu. Jongens. Nou, alsjeblieft. Dank u wel. Krijgt u straks nog een kopietje mee en dan kan meneer weer heen. En mag ik dan naar huis toe gaan of niet? U mag naar huis als u over 2 maanden maar op de zitting verschijnt. Als u niet verschijnt, dan gebeurt de zitting ook. Alleen dan zal de rechter u voordelen waar u niet bij bent. Dat is niet best. Nee. Of 3 maanden was de excuses. Ik zei 2. Oh, allemaal wel zeg. En kan ik nu gewoon weer naar huis toe rijden? Nee. Ja. Nee. Dat vergeet trouwens helemaal te zeggen. En u heeft een rijverbod van 24 uur. Gaat u wel rijden, pleegt alsnog een misdrijf en dan moet u nog aangehouden en dan wordt de zaak alleen maar groter. Dus het advies is om het zeker niet te doen. En als die taxi betalen jullie? Nee, ook niet. Allemaal op eigen kosten. Nou, zullen we meneer naar buiten zetten? Ja, en mag ons volgen. Godverdomme zeg. Dan gaat mijn werk. Dan gaat mijn leven. Door die ene piepo in die witte BMW. Kan ik nu gewoon naar huis toe gaan of niet? Okay. Ja, voor mij betreft wel. Alleen niet rijden. Ja. Weet fijne het. Dag verder in ieder geval. Fijne dag hetzelfde. Doeg doeg. Voor jou Jan Willem, even jouw foto's dan ook in mijn invitatie, dus weet je dat. Nou, ik dacht dan even dat hij in de Volvo ging stappen, maar hij is toch te voet verder gegaan. Ja. Goed gewerkt jongens, tijd voor koffie zou ik zeggen. Tijd voor koffie. Koffie.